Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo. Goedenavond en welkom bij Ajax TV Kick-off vanaf Sportpark de Toekomst. We breken drukke weken aan voor Ajax, want de Eredivisie is onderweg en het is do or die in de strijd om een ticket voor de Champions League. Kortom, cruciale en ook mooie weken en dus hebben we vandaag een echte Ajaxie te gast. Het is gewoon wel mijn club en ik speel al heel lang en ik heb ook echt nog niet het idee dat ik weg wil of iets. Dus, Op mijn vierde ben ik begonnen bij de Zebra's in Hilversum. En toen speelden we een keer een wedstrijd tegen Ajax. En die wonnen we heel dik. We werden toen uitgenodigd om stagetraining te doen. Nou, en dat beviel Ajax wel. En toen mochten we samen komen voetballen. En Klaassen, die goed afrondt. Prima goal van deze talentvolle middenvelder. Hier is het Schoop en Davy Klaassen. Klaassen, het zal toch niet? Het zal toch wel! Wat een debuut! Dave Klaassen, alsof hij al jaren in het eerste van Ajax meespeelt. Hoe komt het dat jij hier voorlopig nog wil blijven? Ja, omdat ik zeg dat ik het gevoel ben nog zeker nog niet klaar ben. En dat het wel gewoon Ajax is en wel gewoon mijn club is. Dus ja, dat is ook niet zo snel zomaar verlaten. Welkom. Ajax is je club. Je bent nog niet klaar hier. Voel je dan extra druk de komende weken? Hoe belangrijk zijn de komende weken voor jou? Ja, wel heel erg. Ik denk dat we allemaal heel erg uitkijken naar de voorronde Champions League. En dan moeten we dus gaan staan. Maar voor jou, zeg maar, ten opzichte van andere spelers, jij speelt al heel lang bij Ajax, 12 jaar geloof ik zelfs. Voel je dan extra het belang van de club en ook van de fans? Ja, tuurlijk. Je voelt wel, omdat je er al zo lang speelt, wat het met een club doet als een club Champions League speelt. En nu hebben we het de 2 jaar dan niet... Niet gespeeld en we hebben er wel weer zin in. Voel je ook extra verantwoordelijkheid, zeg maar, omdat je natuurlijk en aanvoerder bent en al echt een kind van de club bent? Ja, je probeert wel op je medespelers over te brengen wat het teweeg brengt bij iedereen, zeg maar. En zo hoop je dat je nog meer spirit in het team krijgt. En we zijn nu 3 wedstrijden onderweg. Hebben jullie er een beetje vertrouwen in? Hoe leeft dat in de groep? Ja, best wel. Ik denk dat we vooral de eerste wedstrijd gepakt, dat we gewoon goed speelden en tweede wedstrijd iets moeizamer. Ik denk tegen Sparta speelde ook al wel redelijk, denk ik. En natuurlijk moet het beter, maar ik heb wel heel veel vertrouwen in de komende wedstrijden. Ja, want dinsdag is natuurlijk die belangrijke wedstrijd tegen Rostov. Maar eerst wacht morgenavond de wedstrijd tegen Rode JC. Zij zijn de tegenstander in de eerste thuiswedstrijd van Ajax. En Peter Bos is klaar voor de Limburgers. Ik ben natuurlijk alleen maar met Roda bezig. Dus vanochtend de tactische bespreking over Roda gehad. Vanochtend tactisch getraind met betrekking tot Roda en dat proberen na te bootsen. Dus ja. Verwacht je Roda ook ver terug komende zaterdag? Ik denk eerlijk gezegd uiteindelijk wel. Of ze nou willen of niet, want ik heb ze tegen Heracles zien spelen. Daar probeerden ze wel wat naar voren te spelen. Maar mijn ervaring is uiteindelijk dat ploegen, of ze nou willen of niet, uiteindelijk toch teruggedrongen zullen worden. Dus ik hoop het eerlijk gezegd wel. Een van de belangrijkste vragen deze week gaat over Amin Younes. Is de Duitser weer fit voor het duel met Roda JC of nog niet? Ja, ik ben fit en ik voel mij heel goed. En ik ben hersteld. En 19 minuten is moeilijk om nu te spelen tegen Roda. Rustig. Zo wordt met de terugkeer van Younes Ajax aanvallend weer sterker. En de aanvalskracht werd vrijdagmiddag nog verder vergroot door de komst van Bertrand Traoré. De Chelsea-huurling is een oude bekende van Peter Bos. Ze werkte goed samen bij Vitesse en Bos speelde dan ook een grote rol in zijn komst. Uiteraard heeft de technische had ook mijn mening hierover gevraagd. Wat logisch is, omdat ik met hem gewerkt heb. Ik had af en toe nog wel eens contact met hem. Dat ben ik blijven houden toen ik nog bij Vitesse trainer was. En ook nog wel dus af en toe gebeld van Jos, toen ik hier naartoe ging, van zou dat niks voor jou zijn? Dan merkte ik wel dat die Ajax een hele serieuze club vindt. Ik weet dat er ook Premier League clubs zijn die belangstelling of geïnteresseerd in hem zijn. Maar het was niet zo dat hij zei van nee, ik wil niet terug naar Nederland of hij vindt Ajax niet interessant. Nee, in tegendeel.
zoals we toen even met elkaar spraken, heeft mij meteen weer Mark doen berichten van, nou goed, hè, hij is zelf zeker ook geïnteresseerd. Dus. Goed nieuws, Amin Younes weer fit. Traoré hopelijk zo snel mogelijk bij de groep voor Rostov, hopen we. Beginnen met Amin Younes, want die is natuurlijk dan inzetbaar morgen. Fijn dat hij weer fit is. Wat brengt hij de groep? Ja, hij brengt ten eerste heel veel vrolijkheid. Hij is altijd vrolijk en altijd lachen. Een hele leuke jongen. En ten tweede, ja, kan hij gewoon zo makkelijk mannetjes passeren. En, ja, dat is altijd lekker als er gewoon een speler gewoon vanuit niets mannetjes kan passeren. Heeft hij dat meer dan anderen in de groep? Ja, ik denk dat hij wel degene is die het makkelijkste één opeens een mannetje passeert. En, ja, ik denk dat het wel een hele specifieke kwaliteit van hem is. En dan Traoré, op de persconferentie werd er heel veel over gevraagd. Een oude bekende voor Peter Bos, speelde bij Vitesse. Past hij bij Ajax, denk je? Ik denk het wel. Ik denk dat het een hele bewegelijke speler is. Een snelle speler die ook doelpunten kan maken. Slimme speler. Dus ja, wat ik van hem weet van Vitesse, dat hij een goede speler is. Ja, want ik kan me nog een wedstrijd van 2 jaar geleden herinneren. In de Arena voor de beker. Ja, die wilde ik niet noemen, maar ja. Toen werd het 4-0 voor Vitesse. Hij weet hoe het is om in de Arena te scoren. Ja, klopt. En hij heeft bij Chelsea gespeeld, dus hij weet ook wat druk is. Dus ik denk dat het geen probleem voor hem zal zijn. Nou, laten we hopen dat hij tegen Rostov inzetbaar is. Maar eerst wacht Rode SC. Dat is morgenavond. Vorig jaar werd het in eigen huis 6-0. Wat weet je nog van die wedstrijd? Victor, Arek en ik allebei 2 scoorden. En ja, dat we vrij aardig speelden. En, ja, alleen maar goede herinneringen aan die wedstrijd eigenlijk. Want Rode SC, volgens mij is de ploeg zelf is heel erg veranderd. Maar wat verwachten jullie? Ja, verwachten wel dat ze komen verdedigen en dat wij er tussendoor moeten gaan spelen. Maar ik denk als wij het goed doen, dan gaat het lukken. Want dat verdedigen, die geparkeerde bussen in de 16, dat is iets wat we bij Sparta hebben gezien. Dat is iets wat we vorig seizoen ook heel vaak hebben gezien. Hebben jullie daar nu een beter antwoord op, vind je? Ik denk het wel. Ik denk dat we afgelopen zondag daar wel via de zijkant te pakken goed langskwamen. Zeker met Anwar die een paar hele gevaarlijke voorzetten afleverde. En, ja, uiteindelijk moet je zo'n team stuk gaan spelen als je balletje snel laat gaan en uiteindelijk gaan de ruimtes komen. En ik denk dat we zondag wel goed hebben gedaan. En daar trainen we ook veel op en ik denk dat we daar steeds beter in worden. Maar komt dat dan omdat een groot gedeelte van de groep zeg maar, bij elkaar is gebleven? Of is dat de hand van Peter Bos die we dan zien? Ik denk een beetje beide. Deze trainer wil dan ook weer iets andere dingen dan we vorig jaar deden. En we weten natuurlijk al van elkaar hoe en wat en zijn beter op elkaar ingespeeld. En zeg maar, morgen wacht dan Rode SC, maar dinsdag hebben jullie zo'n belangrijke wedstrijd. Hoe zorg je er dan voor dat je niet over die wedstrijd tegen Roda, dat je daar niet overheen kijkt? Ja, daar probeer je met z'n allen voor te zorgen om elkaar daar attent op te maken. Ja, als je morgen geen goed resultaat haalt, dan werkt het ook door naar dinsdag. Dus zo moet je ook denken. Ja, en dat is iets waar Peter Bos natuurlijk ook voor waakt. Zeker weten. En sowieso, je zei het net al even, onder Peter Bos zijn er een aantal dingen veranderd. Waaronder bijvoorbeeld het druk zetten. En daarover is hij heel erg tevreden over jou, maar dat is niet het enige. Kijk mee. Als je kijkt naar de manier van druk zetten, dan vraag je van spelers dat ze anticiperen in plaats van reageren. Dus eigenlijk het net een seconde eerder zien dan dat anderen het zien. Nou, ik vind Dave een slimme speler. En Dave ziet waar dat gaat gebeuren en is dan ook altijd heel snel onderweg. En dat soort spelers, daar houden we van. Dus in het druk zetten is die voor mij belangrijk. Daarnaast is het natuurlijk een speler die ook in het voetballen slim is. Hij ziet wat er gaat gebeuren. Nou, daarin zal hij gewoon heel belangrijk zijn. Nog steeds eigenlijk een hele jonge jongen. Want in Nederland vinden wij hem al een hele ervaren. En dat is hij eigenlijk ook als je naar Nederland kijkt. Terwijl als je naar buitenlandse maatstaven kijkt, dan begint hij eigenlijk pas qua leeftijd. Qua speelminuten is het wel een ervaren speler ondertussen. Wat ik zie is voor mij dat het een echte aanvoerder is. Hij is bezig met het team. Wat ik heel belangrijk vind is dat het van huis uit een positieve jongen is. Dus hij geeft positieve energie aan het elftal. Dat is belangrijk. Mensen binnen Ajax vertelden mij dat het wat een dieseltje is in de voorbereiding. Hij moet even op gang komen. Dat heb ik ook gezien. Hij was wat ongelukkig dat hij in de afsluitende training op trainingskamp tegen Jasper aanviel. En dat hij met zijn schouder problemen had. En daardoor de eerste 2 wedstrijden van de voorbereiding gemist heeft. Dus juist iemand die zeg maar wat wedstrijdritme nodig heeft. Dat hij die eerste 2 wedstrijden, en we speelden er natuurlijk niet zo heel veel, voordat die belangrijke wedstrijden kwamen, dat hij die gemist had. Maar als ik dan zie hoe hij dat daarna is gaan oppakken, hoe snel hij dat is gaan doen, dan kan ik daar alleen maar heel tevreden over zijn. Hij scoort doelpunten, dat is altijd belangrijk. Als je bij Ajax op 10 speelt, moet jij
op jaarbasis, denk ik, toch tussen de 10 en 15 doelpunt uitkomen. Hij is voldoende snel, maar niet explosief snel. Dus dan zul je toch ook andere zaken moeten aanspreken. Nou, bij hem is dat zijn gedrevenheid, inderdaad zijn passie. En als je iemand een Ajax-lied mag noemen, vind ik toch zeker ook dat Dave dat zal zijn. Ja, hoe is het voor jou om dit te horen van de nieuwe trainer? Ja, het is leuk natuurlijk. Hij zegt in principe alleen maar positieve dingen. En ik ben blij dat hij mij zo ziet natuurlijk. Want hij zei ook onder andere dat hij wel 10 tot 15 goals van je verwacht. Dat is iets wat hoort bij Ajax, ook wat hij zegt, de positie waar je speelt. Maar dat is wel ook een bepaalde druk. Ja, maar ja, dat verwacht ik ook van mezelf. Dus ja, wat dat betreft zitten we zeker op één lijn, ja. Want hij spreekt best wel vertrouwen in je uit. Je speelt al heel erg lang bij Ajax. Je hebt veel onder Frank de Boer dan gespeeld. Die ken je goed uit de A1 al. Je hebt je debuut onder hem gemaakt. Je bent gegroeid in Ajax. Je rol binnen Ajax 1 is veranderd. En dan komt er een nieuwe trainer. En dan had het ook heel anders kunnen zijn. Ben je daar bewust van? Ja, onbewust ga je toch, ja, begin je toch iets anders aan een seizoen. En ja, het is eigenlijk weer een nieuwe ronde, nieuwe kansen. En natuurlijk is het grootste gedeelte van de staf die was nog van voorgaande seizoenen. Maar toch is er een nieuwe hoofdtrainer. Die bepaalt uiteindelijk. Dus ja, je zal het toch weer opnieuw moeten laten zien. En ik denk dat dat alleen maar goed is. Is het voor jou misschien ook een extra prikkel geweest wat dat betreft? Ik denk dat vooral de extra prikkel was dat we het vorig jaar hebben laten liggen. En dat de grootste prikkel was om... Ja, om weer vol gas te gaan. Want als je naar jezelf kijkt, de Davy die zeg maar als kleine jongen hier bij Ajax kwam en nu, wat is dan hetgeen waarop je het meest hebt ontwikkeld? Ik denk toch wel op persoonlijk vlak. Dat ik natuurlijk voetbal aan het leer altijd en het zal altijd blijven, maar ik denk persoonlijk ben ik wel heel erg gegroeid van heel verlegen jongetje tot wel iemand die het niet meer zoveel uitmaakt om wat te zeggen of iets. Want nog steeds, hè, in de media, ook als ik hier zo met je zit, je komt echt over als een hele rustige jongen. Maar als we bijvoorbeeld je teamgenoten zouden vragen hoe jij bent, wat antwoorden zij dan? Ik denk wel hetzelfde, alleen als we gaan voetballen dan niet meer, denk ik. Dan gaat het om winnen en dan kan wat ik wel. Wat voor Davy ben je dan? Ja, dan wil ik gewoon winnen en als het verkeerd gaat, dan zal ik daar boos om worden. En als het goed gaat, dan zal ik er heel blij van worden. En, dan doe ik gewoon alles om te winnen. Maar wel een nuchtere jongen. Ja, dat wel. En er is ook genoeg interesse van andere clubs. Jij hebt aangegeven, ik wil eerst me ontwikkelen bij Ajax. Ik wil de beste of een van de betere spelers zijn in de Eredivisie. En dan pas zou je denken aan een vertrek. Hoe kijk je daar nu naar? Ja, nog steeds hetzelfde. Ja, het is echt een gevoel dat ik moet hebben dat ik op een gegeven moment zal denken misschien van oké, nu wil ik wat anders. Maar ja, totdat ik dat gevoel nog niet heb, dan zou ik blijven. En dan zijn er nu belangrijke weken bij Ajax. Dan is nu het moment, hè, om de groep bij de hand te nemen. Dat heb je gedaan tegen PAOK. Voel je die druk nu weer? Nee, je voelt altijd een bepaalde verantwoordelijkheid om je team te helpen. Ik denk dat elke speler dat wel heeft, maar ja, ik heb dat altijd wel. En dan is het leuk als je het team kan helpen. Nou, voordat we aan de Champions League kunnen denken, is er nog een volle ronde in de Eredivisie. En dat is natuurlijk allemaal te zien op Fox Sports. Op dit moment is Heerenveen Utrecht begonnen te zien op Fox Sports 3. Morgen om 19:45 natuurlijk Ajax tegen Rode JC te zien op Fox Sports 1. Dan nog een aantal wedstrijden op zondag met om 14:30 Feyenoord tegen Twente. En daarna om 16:45 PSV tegen AZ. Beide te zien op Fox Sports 1. Ajax heeft deze eeuw thuis nog niet verloren van Rode JC. En van de laatste 10 wedstrijden werden er 9 gewonnen en werd er 1 keer gelijk gespeeld. Dat zijn prima statistieken, Davy. Kan niet misgaan. Nee, als je het zo bekijkt, zou je denken van niet. En als wij gewoon goed spelen en ons vol erop gooien, dan gaan we ook zeker winnen. Ja, bedankt voor het aanschuiven in ieder geval en heel veel succes de komende weken. Ja, dankjewel. We moeten eigenlijk aan de hand gaan nemen. Ja, ik ga het doen. En vandaag sluiten we af met de mooiste goals van de afgelopen 10 jaar Ajax tegen Roda JC. Bedankt voor het kijken en graag tot volgende week. Kan wel hard schieten hoor. Serio, nog een keer. Zo zeg. Castro blijft staan, de kans en het doelpunt. Het is 2-1, Luis Suarez. Milik met grote passen, moet die bal krijgen. Milik, Klaassen, prachtig, ja. Schiet maar eens, ja, natuurlijk. En dan is het 3-0. Nee, de Jong dan nu 3-0. Jawel, Fischer. Ja, dit is raak.
is zoveel dreiging dat het niet tegen tegen te houden.